In deze videotraining laat ik zien hoe je verkoopfacturen eenvoudig kan versturen en ontvangen via het platform e-verbinding. E-verbinding is een organisatie die digitale facturatie tussen klanten en leveranciers faciliteert. Let op, je moet een account hebben bij het platform e-verbinding voordat je hiermee kan gaan werken. In Profit beginnen we met het inrichten van je communicatieprofiel. Ga in startmenu Algemeen, onder Communicatieservice, naar het communicatieprofiel. Open het profiel Communicatie met e-verbinding en vink op het tabblad Algemeen het veld Geblokkeerd uit. Ga naar het tabblad Instellingen. Hier vul je de koppelinggegevens in. Deze vraag je aan bij je e-verbinding. Ga naar www.everbinding.nl en log in. Ga onder Mijn account naar Softwarekoppelingen. Maak hier een nieuwe koppeling aan en selecteer AVAS. Bevestig je keuze en genereer vervolgens de key. Vul de klantkey in als appsleutel en de geheime key als geheime sleutelapp. Vul ook de gebruiker in. Voltooi vervolgens de eigenschappen en test de verbinding even voor de zekerheid. Nu ik weet dat deze goed is, ga ik onder administratie naar eigenschappen. Open hier het tabblad Verstrekking en geef het bedrijfsidee op van je eigen organisatie. Deze kun je terugvinden op de inlogpagina van e-verbinding onder Mijn bedrijven. Sluit vervolgens de eigenschappen en open je omgeving opnieuw. Voor het versturen van facturen is het van belang dat je in je eigenschappen van de debiteur die je gaat factureren ook wat inricht. Ga in startmenu Financieel onder Debiteur naar Debiteur. Hier open ik de eigenschappen van Acer Computers BV. En op het tabblad Algemeen geef ik het bedrijfsidee van de ontvangende organisatie op. Vraag dit indien je het niet weet, dus na bij je debiteur. Verder geef je op het tabblad Digitaal op wat je verstrekkingswijze gaat worden voor de verkoopfactuur. Hier bepaal ik dat het via de e-verbinding gaat. Voltooi je boekingslayout van de verstrekkingswijze en sluit de eigenschappen van de debiteur. Vervolgens maak ik in logistiek een factuur aan voor deze debiteur. Ik voltooi de factuur en in de weergave zie je hem inderdaad keurig verschijnen. Vervolgens verstrek je de factuur zoals je dit gewend bent met de actieknop Output. Je ziet hier inderdaad dat de factuur via e-verbinding verstuurd moet worden. Ik klik op voltooien. Als de verwerking gereed is, gaan we terug naar startmenu Algemeen en onder de communicatieservice klikken we op Verzenden en Ontvangen. Als je op AVAS Online zit, gebeurt het automatisch via geplande taken. Werk je lokaal, dan kan je dit natuurlijk ook zo ingericht hebben. De factuur staat klaar bij de debiteur. Ik ga naar www.everbinding.nl en ik log in. Ik open mijn bedrijf. En ik zie in mijn postvak uit inderdaad de verkoopfactuur staan. Als ik deze open, zie ik de PDF zoals ik deze vanuit Profit verstuurd heb. Maar andersom kan het natuurlijk ook. Acer Computers is namelijk niet alleen een debiteur, maar ook een crediteur. In Profit ga ik in startmenu Financieel onder Crediteur naar Crediteur. Ik open de eigenschappen van Acer Computer BV. Op het tabblad Algemeen geef ik het bedrijfsidee op van de crediteur. Nu weet ik dat ik een factuur moet ontvangen van Acer, dus nogmaals ga ik naar www.everbinding.nl en onder Mijn bedrijven ga ik nu naar mijn postvak in. En hier zie ik inderdaad de factuur klaarstaan. Acer werkt ook met Profit, dus ik zie hier dezelfde factuurlayout. Wil je meer informatie over de factuur, klik dan op Bekijk document. Terug in Profit ga ik in startmenu Algemeen onder de communicatieservice naar Verzenden en Ontvangen en verwerk ik vervolgens de berichten. Nogmaals geef ik aan dat deze actie waarschijnlijk via de geplande taken gaat. De factuur wordt binnengehaald en klaargezet als e-factuur. Via startmenu Financieel ga ik onder Crediteur naar e-factuur en hier zie ik de factuur staan. Vanaf hier kan je de factuur zoals gewend verder verwerken. Tot zover deze videotraining over facturering via e-verbinding.
Thank you.